Dag kijkers, goedemorgen. Hey, ik heb nog steeds vakantie en ik ben nu bij Hans de Gier in huis. De vaste kijkers die hem al meer dan een jaar volgen kennen hem wel. We hebben vorig jaar ook gebarbecued. Ik ben aan het barbecuen. En kijk, ik heb dit onlangs gekregen van Sofieke, een goede vriendin van mij. En dat is, dat is een mini hamburgerpers. Ik heb natuurlijk al een grote hamburgerpers. Maar dit is een mini hamburgerpers. Dat is speciaal voor de barbecue en zo. Dus ik ga mini burgers maken van de barbecue vandaag. Dus ik ga nu eventjes in de keuken alles voorbereiden. Blijf vooral kijken. Ik heb net keizerbroodjes afgebakken. Het zijn er te weinig. Want de buren zitten ook buiten en Hans' kinderen komen zo. Dus ik ga voor iedereen een burgertje maken. Vind ik leuk. Dus ik heb er even nieuwe broodjes in de oven gedaan. Nou, dan ga ik nu het gehakt maken. Kruiden. Goed, dan heb ik hier het gehakt. Ik heb hier een kom. Ik ga even het gehakt mengen met peper en zout. En een ei. Ja? Heb je eieren, Hans? Ik zoek een ei. Wat je niet ziet, is het niet. Nee. Wat dan, ei? Maar geen ei. Ah. Nou mensen, ik heb geen eieren, dus we doen het zonder ei. Nou, we doen het wel met bier. Ja, wel met bier. Ik heb hier nog... Nog meer burgers. Ja. Kijk, Hans is goed voorzien van alles. Ja. Ik heb wel nog wel iets van... Burger of weet ik wat? Nee, maar dat heb ik niet nodig. Ik heb hier vers, daar ga ik niet om door. Je hebt geen tijd voor. Alright, ik heb alle broodjes nu in de oven gedaan. Ze zijn perfect. Lekker, zo, hoor. Ziet er goed uit. Perfecte broodjes. Ja. Gezellig mensen om weer bij Hans te zijn. Echt leuk. Klaar. Even de verpakking van de hamburgerpers openmaken. Kijk, vier van deze en dan de pers erbij. Echt leuk. Alleen, die broodjes zijn te groot. Kijk, maar ik kon geen kleinere broodjes vinden. Maar misschien dat ik de hamburgers gewoon met mijn hand een beetje platter duw. Zijn ze ook sneller klaar misschien op de barbecue. Komt goed. Ik heb ze volgestampt en gehakt. Dan ga ik ze nu persen. Goed strak. Zit dit ook in de keuken? Hallo Hans. Voor de kids. Kijk mensen, jullie kennen hem nog wel, hè? Ja. Voor de kids. Ze zijn er nog steeds niet. Ja, nee. Ondankbare kinderen. Maar ze komen eraan. Dus wat hebben we geregeld? Genoeg eten. Hans is een moordvader. Hey. Heel goed. Zie je jullie jongens. Ik ga zo naar buiten komen, joh, met die burgers. Hoi. Nou mensen, daar gaan we weer. Ik ga de burgers sowieso met de hand even wat platter maken. Want anders, ja, die broodjes zijn gewoon te klein. Dat is een beetje jammer. Of te groot. Maar goed, maakt niet uit. Zoiets. Beter hoor, zo. Dan is het beter voor de smaak en zo. Als het een beetje het even groot als het broodje is. Ik ga ze op de barbecue gooien. Ik heb hier ook sla, cheddar, augurk. Ui en ik ga het verder doen met mayonaise en ketchup. Er is geen mosterd hier, maar maakt niet uit, doe ik het een keer wat anders en we hebben ook barbecue saus. We gaan grillen. Nou, ze gaan op de barbecue. Ja. Lekker. Er zitten allemaal planten hier, ga weg joh. Ja, maakt niet uit. Ja, maakt niet uit, wat de fuck is dit idioot? Maakt het niet uit. Extra smaak. Ja, tuurlijk. Dat hoort erbij toch, extra smaak. Wauw, van de burger. Maar niet te veel denk ik. Eentje. Nee joh, gekkenhuis, dat kan niet. Doen? Nee, deze moet even terug. Doen? Dat doet even in twee etappes. Oké. Nou, een beetje olie erop. Voor het aanbakken. Maar waarom zit die spriet erin? Kan je die alsjeblieft weghalen? Ja. Ik hou hem van tegen, pak maar. Nee, die spriet is gras gewoon. En hoe komt dat erin? Hoezo? Ja, hij staat gewoon in de grond. Je hebt hem over die spriet heen gezet. Hallo. Dat is een beetje...
dat is een beetje kwijt dan. Ja, alleen nog een biertje. Ja. Hans de bier. Nou mensen, dat worden lekkere burgers. Alles staat klaar. Zeker. Hier. De kids zijn ook gearriveerd. Binnen ligt de hamburger en saté. Ja, die hadden we gemaakt voor jullie volgens mij, maar jullie waren er nog niet. Dus hallo. Je kan ze even opwarmen. Oké, ik doe dat dan. Ja, even. Oké, ik begin gewoon. Kijken hoe ik dat best kan doen. Ik moet even per burger maken gewoon. Nog een beetje sla op. Dan, waar is die tang? Oh, hier. Ja! En dan even een beetje gekloot zo. Kaas. Ja. Dan een stukje geurk. Dan. Een beetje ui. En dan heb je die smaak van die gerechtje wel goed of niet? Ja, doe mijn best. En dan doe ik er een beetje. Het is trouwens niet de smaak van de quarter pounder, want ik doe het met mayo. Waar is de mayonaise? Ik doe het alleen met de mayo is in de koelkast. Maar oké. Okay. Doe het even zo gewoon. Nou, dit is een nieuwe fles. Ik ben het zo ook nog hoor. Kom aan. Dat is een drankje. Ja. Waar is de dop? Oh, hier? Ja. Boven, hoor. Ja. Is wel eten. Eet smakelijk. Lekker hamburgertje. Voor mij is je wel lekker. Zeg dat nog eens, Mirjam. Ja. Geeft een 10. Een 10? We hebben hier nog... Oké, dankjewel. We hebben nog meer. Moet ik het niet even opwarmen dan? Even op de barbecue gooien zo, of in de magnetron. Nee, magnetron is nep. Hoe is het met jouw YouTube kanaal, Nadia? Ik zie helemaal niks meer de laatste tijd. Nee. Oké. Okay. Ja, die is... Nee, die is net gevallen op de grond. Die heb ik gewoon. Welke was het dan? Deze. Oh, de gier. Nou, de hamburgers vallen goed in de smaak, bij de buren ook geloof ik. Dus hierna gaan Hans en ik er eentje eten. Gezellig weer zo. Nou, nu zijn wij aan de beurt. Is wat? Je moet het niet meer afkouden. Oké, mooi, dan ga ik hem ook pakken. Ik vertrouw het nu. Oké, de laatste is van mij. Oh, de broodje is lekker, man. Is wel. Keizerbroodje. Ik wil nog even vragen aan je zusje of dat een shark ik wil. Even naar binnen, want ze gaan er doorheen. Auw, hoor. Zo dan. Slecht licht hier, maar ik heb ook een zonnebril op. Alleen ketchup, geen mosterd, maar perfect zo. Net weer iets anders dan normaal. Het broodje is zo lekker ook, keizerbroodje. Je proeft echt de smaak van die houtskool op die burger. Perfect, zo hoort het. Geen liquid smoke nodig vandaag. Oké, mensen. Ik ga weer lekker verder barbecue, een biertje drinken. Allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Een leuke reactie te schrijven of te abonneren. Of blijf gewoon kijken. Vind ik ook prima. Oké, mensen, ik zie jullie de volgende keer. Later!